We spreken met Niek Donker over het probleem van het Raadhuisplein met de woningen en de uitbreiding van het hotel. Waarom zijn jullie er hier zo op tegen? Op tegen is een heel groot woord, want met ons valt alle kanten op te praten, maar wel de juiste richting uit. En de juiste richting is vooral in het proces van waarin we dingen doen. En wij constateren nu dat er dingen gebeuren die niet mogen. Er zijn plannen, neem ik aan, waarin u inzage heeft gehad? Nou, we hebben vaag wat dingen te horen gekregen en die vaagheid die uit zich in drie dingen. Er komt hier een groot terras van ongeveer 100 meter voor alle flesje panden langs. Er komt daar een restaurant naast een prachtig monument en de rest wordt hotel. En dat is het ongeveer en meer weten we niet. Op zich een hele rare gang van zaken. Ik begrijp best dat het inderdaad in het kader van culturele hoofdstad snel moet. Maar u als bewoner heeft volgens mij er ook een stem in deze? Nou, er is nog iets te zeggen over die snelheid. Want 5 jaar geleden wist Chris Luke, de toenmalige eigenaar van Fletcher Hotels, al dat hij dit graag erbij wilde hebben. Dus hebben we 5 jaar de tijd gehad om het te regelen. Dus de vraag is waarom nu nog de haast? Dan had je het gewoon eerder moeten aankopen. De gemeente is dus nu goed koopman gebleken, maar volgens mij moeten ze de belangen behartigen van zowel de bewoners als van de verkopende partij. Ja, en niet alleen van de bewoners en van de verkopende partij, maar ook van de hele omgeving. We hebben een monumentale omgeving. Dat erfgoed kan van zichzelf niet praten, dus dat moeten wij doen namens het erfgoed. En dat erfgoed moeten we zorgvuldig mee omgaan. Je kunt het maar 1 keer verpesten, daarna is het klaar. En wij zien nu dat er de laatste dagen al gesloopt wordt aan de binnenzijde van Rijksmonument en van een beschermd stadsgezicht. En volgens de regelgeving mag dat niet, want de vergunning is nog niet verstrekt. Duidelijk verhaal, ik begrijp uw boosheid. Er staan wat bewoners achter u ook. Mevrouw Hieke, zou ik graag even wat willen vragen over het plan. Want u bent een particuliere bewoner van het hele gebeuren wat naast u gaat plaatsvinden. Wat is uw mening daarover? Ja, dat klopt. Wij zijn van de vereniging, ik ben de voorzitter van de vereniging van eigenaren van het pand Raadhuisplein 21. Het buurpand van 23 waar het grote terras komt. We hebben in de tijd natuurlijk een prachtig monumentaal pand gekocht. En wij zien nu een enorme geldontwaarding door deze plannen van Fletcher ons boven het hoofd hangen. Dat is één punt. En vooral ook de cultuurhistorische waarde van dit mooie plein waar wij neergestreken zijn, zien wij gewoon verkracht worden. Wij worden namelijk aan de voorkant genomen door de terrassen, maar ook aan de achterkant. Daar zijn ook uitbreidingsplannen van het Fletcher Hotel. Daar zullen namelijk appartementen gebouwd worden. Dus tussen de prachtige monumentale panden in en de monumentale bomen, hier de oranjeboom en aan de achterkant de 250 jaar oude beuk. Daar zijn de Fletcherplannen gepland en die verstoren onze rust, die verstoren onze woongenot en die verstoren onze prachtige panden waar wij als bewoners, als VVE, veel in geïnvesteerd hebben en ook steeds zorgzaam mee omgegaan zijn. Dus dat is dat is ons grote item, dat wij tegen deze plannen zijn. Oké, wat ik ook heb begrepen, dat gisteren in het vragenuurtje wel eens zegt van gemeente, begin nu zo snel mogelijk het overleg met ons. Verwacht u dit op korte termijn? Ik denk dat Fletcher en de gemeente weinig reden hebben om nu nog te zeggen van ach, het komt allemaal wel goed. Ik constateer toch dat het nu, we staan hier met jullie op het plein. Ik heb net een stuk in de krant zien staan. Dus het begint kennelijk wel een item te worden dat meer mensen zich zorgen maken over mag je zomaar slopen in rijksmonumenten en in beschermde stadsgezichten. Dus ik zou tegen Fletcher en de gemeente zeggen, heel snel om de tafel, anders komt het niet goed. Gaan we doen. En als je niet om tafel kan, dan wordt het lekker uit eten bij de buren, denk ik. Nou ja, er zijn nog betere restaurants elders.